Wij gaan naar mijn gast van vanmorgen, Gert-Jan Zegers, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Bijna elke dag in beeld. Het is druk hè, met de politieke toestanden in ons land. Zeker, ja. ja. ja dus, nee, en we zitten op een hele cruciale plek in een coalitie, dus daar ben je nog, mee, nog meer iets in beeld. Ja. Um, het is niet per se dat ik het daarvoor doe, maar het is wel het resultaat Zou van de eens merken. even, als ik zeg kolonel, wat zeg jij dan? Kolonel? Dat ik uh, soldaatje speelde, ja, ja. Dat ik, ja, ja, nee, ja, zeker. Nee, ik was maar, ik, ik, ja, ik weet niet of ik kolonel was, maar... Als uh, so je broers wel, <laughs> oh. <laughs> Je jij, jij hebt echt de voorwerk gedaan. Ja. Uh, wij hebben uh, heel veel soldaatje gespeeld, dat is waar. Dus ik had een, echt een fascinatie wel met het leger. Volgens mij hebben heel veel jongens dat. Ja. Later zakte dat weg, maar toen heb ik later in de Verenigde Staten, toen ik uh, internationale betrekkingen studeerde, zat ik met soldaten in de klas en die hadden gediend Amerikaanse soldaten in Irak en Afghanistan. En ik was heel erg onder de indruk van, ze. Dacht van en Toch had die droom van vroeger, die had uit kunnen komen. Ik, ik, ik had mijn carrière in het leger kunnen voorstellen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat, is, uh, dat is niet gebeurd. Nee. In wat voor gezin groeide je eigenlijk op? Wat was dat voor een familie? Uh, vijf kinderen, twee broers, twee zussen. Ik ben de ene jongste. En mijn vader was, uh, zat in het onderwijs en die was directeur van de MAVO. En kreeg toen een roeping. Een roeping om evangelist te worden, naar Leeuwarden. Uh, ik was acht jaar en ik herinner me nog dat ik naar binnen liep. Aan de keukentafel zaten mijn oudste zus en broer, huilend, snikkend. Want we moesten weg uit Lissen, waar we geboren waren, waar die prachtige tulpen vandaan komen. Um, en we moesten naar Leeuwarden. Dat nou, was een soort emigratie. Leeuwarden was ver weg, Friesland was een ander land, andere taal. En uh, dus, ze, zij, zij zaten daar snikkend. Dus dat maakte een diepe indruk. En wat vooral indruk maakte, was de bereidheid van mijn vader en moeder dat als God je roept: van je moet naar Friesland. Dan ga je. Daar ga je. Wat, de, wat de prijs ook is. En wij, zijn toen, wij stapten in de auto een paar maanden later. En ik weet nog dat we over die afsluiting uh, reden. En dat was zo'n eindeloze dijk voor het eerst in mijn leven. En ik dacht, ja, dit is echt een onbekende toekomst. We gaan nu naar iets toe waar ik geen idee heb wat daar ons te wachten staat. Maar we doen dat omdat God roept. Ja. En dat, dat heeft echt het stempel gezet op ons gezinsleven. Ja. Ook op jou. Want ja. uh, hey, je bent uh, nu een bekende politicus. Is dat omdat God je roept? ja dan moet je natuurlijk voorzichtig Zei, mee zijn kruis, want dat er is ook hè de middel, precies ja, dus, je kunt, ons, dus ja je, dus daar moet je voorzichtig mee zijn in de zin van alsof ik een soort nou ja een soort pseudo messias zou zijn en dat ben ik niet we hebben één messias dat is jezus hij is de redder um, maar God brengt je wel op plekken waar je het, de overtuiging moet hebben ik ik moet hier zijn en ik geloof dat ik nu op de plek ben waar ik nu moet zijn ja. dat is niet voor altijd uh, als de kiezer zegt joh we zijn op je uitgekeken of de partij is op je uitgekeken Ga ik iets anders doen? Ja. Maar nu moet ik hier even zijn, ja. ja. Vind je het leuk, de politiek? Uh, het is soms ook, ook, ook pittig. Maar wat heel bijzonder is, is dat je in situaties komt... dat het iets je heel erg raakt. Als ik nou één voorbeeld noem. Ik uh, kwam in Groningen, ik ben met de politie op pad geweest. Uh, omdat mensenhandel en gedwongen prostitutie... Is iets wat mij verschrikkelijk raakt. Ja. Wij zijn, ik ben met die politie naar de tippelzone van Groningen geweest. Daar staat een hek omheen. Daar zitten verslaafde vrouwen, die worden... Wat mij betreft misbruikt voor een tientje, voor 15 euro. En ik stond daar en mijn hart brak. Dat is zo verschrikkelijk. En dit is werkelijk een godvergeten plek, als ik het zo mag ja. zeggen. Kreeg ik afgelopen december kreeg ik een mail van een vriendin van mij die zei: Gertjan, we hebben kerstfeest gevierd. Op de Tippelzone van Groningen. We hebben de kerstliederen gezongen en ik heb het kerstnevengeleid ja. verteld. En ik hoop dat dit de laatste keer is dat we dat doen, want hij gaat dicht. Ja. Toen kwamen wij in het college in Groningen. En wat staat er in het collegeprogramma? De tippelzone gaat dicht. Er komt een uitstapprogramma. Er komt een alternatief voor die vrouwen. En dan is politiek zo mooi. Dat iets wat je zo verdrietig maakt, wat, wat, wat zo afschuwelijk is... we kunnen er iets aan doen. En we kunnen nieuwe hoop geven aan mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. En ja. dan is politiek mooi. Het is zwaar als je moet onderhandelen. Als je knokpartijen hebt binnen, binnen nou ja, de beslotenheid van, van een uh, onderhandelingsruimte... Dan kan het ook wel pittig zijn. Ja. Maar wat, 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 wat echte energie geeft, dat zijn als je ja. echt het verschil in de ja, hebt. Ik, ik stel daar. me dan voor hè, dat je daar met, 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 met Rutte en, en, en Buma ja. uh, uh, en, en nog een stel van die vrienden <laughs> zit. Ja. Uh, uh, Verhef jij je stem nog wel eens? of Nee, je die... nooit. nee? Nooit? nooit. Ik ben wel eens boos, maar dat doe ik heel beheerst. Oh, ja. Mensen die zichzelf niet helemaal kunnen beheersen, dat... ...vind ik wel lastig om daarmee mee te dealen. Ik lees soms wat mensen op Twitter of ja. uh, andere social media over jou schrijven. Dan denk ja. ik, wat een emmer met bagger. Ja. Hoe durven ze? Ja. Uh, trek je het niet aan? Um, iedere politicus krijgt dat trouwens. Dus. Ja, wat, wat ik me aantrek is als mensen die heel dichtbij staan... ...die mij beter kennen, als die echt fundamentele kritiek hebben. Of zeggen van, hé hey Gertjan, ik, ik, ik geloof dat je hier meer met jezelf bezig was... ...dan met de missie. Ja. Dan raakt het mij. Of ja. hier heb je echt de plank misgeslagen. Dan, ja. dat, dat raakt mij oprecht. Uh, en dan kan ik even van mijn stuk zijn. Maar dag in dag uit heb je inderdaad scheldkanonade. Dat is van mensen die. Weet je wat ik af en toe doe? Dan bel ik ze op. Dan ga ik gewoon eens even op zoek van: hé, hey, ik zie hier een naam, ik zie hier een plaats. Ik ga eens even kijken of ik achter een nummer kan komen. Dan bel ik ze op en dat wordt altijd: dan schrik ze helemaal wild. Ja. Van joh, wat krijgen we nou? Ja, uh, maar dan heb je altijd een gesprek van persoon tot persoon. En dat is anders dan wanneer ze maar een beetje ja. achter hun computer zitten ja. en de ene ja. tirade naar de ander tikken. Maar dan opeens zegt ze ja. Ik, bedoel het eigenlijk ook niet zo, of ik, ja. ik ben zo teleurgesteld, of ik vind de politiek vind ik zo ja. ver bij me vandaan staan, en dat snap ik, ja. en dan ben ik meer een soort bliksemafleider, maar dan praten we, en dat 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 levert altijd meer op dan nou ja die online toestanden, dus dat kan ik ook wel een beetje parkeren. De verkiezingen zijn net achter de rug, het ja. uh, waren zinderende dagen. Uh, jouw partij heeft uh, succes geboekt. Ja. Waarom? Ja, dat is iets bijzonders eigenlijk. Als je de stap zet en deelneemt in een coalitie, dan is het altijd spannend. Want maakt iedereen dat mee? En als dat vertrouwen nou, in stand blijft en zelfs groeit, ja, dat betekent dus een sterkere inzet en inbreng van de ChristenUnie in het geheel van de, van de coalitie. Ja, wat doen we nou eens? Vijf dingen waar de ChristenUnie uh, alleen maar woorden. Waar de ChristenUnie zich druk voor maakt. Mensenhandel, gezinnen, uh, de schepping, eerlijkheid internationaal. Uh, Rentmeesterschap, dat, uh, 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 dat is een belangrijke een handvol... rechtvaardigheid. Ja, ja. zeker. Ja. Je, schreef, uh, je hebt net een nieuw boek geschreven. Het eerste boek was Hoop voor een Verdeeld Land. Ja. Ja, dat, dat, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar je tweede boek uh, lijkt wel een beetje dat je aan het somberen bent. <laughs> Waarom doe ik dit in vredesnaam? Ja. Ja. ja, dat vraag ik me wel eens af. Als je uh, ziet hoe vol de weken zijn en dat je toch ook echt, echt wel in persoonlijk opzicht ook wel eens een prijs betaalt voor. Ja, wat dit is werk. die prijs dan? Nou, dat ik veel avonden weg ben. Dat ik soms vaker bij mijn kinderen en bij mijn vrouw zou willen zijn. Maar ga je niet ja. later, als je twintig, dertig jaar ouder bent, denken van... jongens, ik heb het landsbelang willen dienen. Ja. Ik heb voor het volk veel willen betekenen. Ik heb voor het geloof wat willen doen. Ja. Uh, ik wilde christen zijn ja. op een prominente plaats. Maar eigenlijk ja. ben ik veel kwijtgeraakt. Ja, dat wil ik, ik niet. hoor dat vaak, hè? Ja, dat is een oprechte vraag. Dat is ook een, een, ergens ook wel een angst. Dat ik ooit zal terugblikken en denken: ja, en, en de cruciale momenten in de levens van mijn dochters was ik er onvoldoende. Dus ik probeer ook echt momenten te vinden dat ik bijvoorbeeld met ze uitga. Dan ga ik één op één en dan heb ik een date met ze. Uh, dan gaan we uit eten. Ja, dan heb ik een date of met mijn dochter. Of naar een voetbalwedstrijd. Of naar een voetbalwedstrijd ja. of naar een concert. Ja. Uh, dus dat ik echt ook leuke dingen doe. Dus dat er ook wel bijzondere momenten zijn uh, die we er even uitlichten. Ja. Uh, maar dat is altijd de angst. Ja, je, je, soms heb je de neiging om de wereld te gaan redden, maar dat, die eerste kring om je heen. Dat is de cruciale kring. Ja. Daar, daar komt je ja, eerste verantwoordelijkheid. Ja. Je bent een bijzondere man. Je loopt met de Bijbel in je hand, maar je bent voor PSV. Ja. Je gaat naar een concert van U2 in Berlijn. Ja. Ja. Hoe, uh... Maar dat is een soort gospelband uh, U2. Ja, dat is. <laughs> Oké. Okay. Ik heb vijf korte vragen voor je. Ja. Uh, hoe hoop je dat je leven er over twintig jaar uitziet? Over twintig jaar, dan uh, ben ik bijna zeventig. Uh, ik hoop dat ik dan een paar mooie romans heb geschreven. Ik hoop dat ik echt met Rian uh, een, een, een wat rustiger oude dag heb. En dat ik een goede, een goede opa ben. Dat zou ik echt heel mooi vinden. Mijn vader, mijn kinderen hebben nooit een opa gehad. En ik ja. hoop zelf heel graag een goede opa te zijn. Wat is je grote voorbeeld? Dietrich Bonhoeffer. Dus oh ja. die zal overleden. Een Duitse theoloog die zich heeft verzet tegen Hitler. Iemand die de rug heeft gerecht. Zo vol moed en, en, en dapperheid was, dat is voor mij een enorm voorbeeld. Dat zijn de drie mooiste foto's die op je telefoon staan? Oh, uh, ja, dan moet ik, me, dan moet ik me erbij. Pakken. Nou, ik kan in ieder geval eentje, kan ik, kan ik, ja, ga, kan ja. ik laten zien. Dat is, uh, ik ben net in Keulen geweest met mijn, uh, met mijn gezin, twee van mijn drie dochters, want ik heb één dochter die nu in Australië zit. Het zijn geweldige dochters, ja. echt. Uh, en dat zijn dus die mooie, mooie momenten die je ook hebt met ja. elkaar, dat je even heel dicht bij elkaar bent. Top drie van je bucketlist? Uh, in ieder geval een reis met mijn gezin naar Israël. Dat is, dat is in ieder geval. En ik zou nog heel graag... Eén keer ben ik met vrienden in het uh, Himalaya gewerkt geweest. Hebben we een trektocht gemaakt. Ja. Dat zou ik ook heel graag met mijn gezin willen. doen. Ja. En een roman schrijven nog. En mijn, mijn, de, de mooie roman, de, de perfecte roman, die moet nog worden geschreven. <laughs> dus uh, de, 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 dat is een opdracht. Ik ga je een foto laten zien. Zegt deze jongen ja. je Dat Ja, een ISIS-strijder is dat. Riedijk ja. heet hij. ja. Die uh, doet een oproep om naar Nederland te mogen komen ja. met zijn vrouw. Ja. En jij zegt uh, liever niet. Nee, liever niet. Nee. Zou Wat Jezus ik... dit ook doen? Zou hij ook zeggen van blijf maar lekker daar zitten? Wat ik hoop, stel dat hij uh, zijn vrouw, de groep waar hij toe behoorde, stel dat hij mijn familie iets zou hebben aangedaan. Dan hoop ik dat ik de genade krijg om hem te vergeven. Om in persoonlijk opzicht te zeggen: ik, ik, ik vergeef jou. Dat zou iets heel zwaars zijn, iets heel moeilijk zijn. Dus dat kan ik nu vanaf deze bank makkelijk zeggen. Maar ik hoop dat ik dat, ik dat zou kunnen. Maar als politicus, als dienaar van het land, moet ik allereerst nadenken over de veiligheid van dit land. Deze jongen heeft zich aangesloten bij een organisatie die je kunt vergelijken met de SS. De meest gruwelijke, moorddadige. Groepering die we in recente geschiedenis hebben gehad, hij is er tot het laatst toe bij gebleven. Dus dat is niet de meeloper geweest. Als iemand die tot het laatst heeft gezegd ik hoor hierbij en ik vecht mee. Dan neem ik een enorm risico als ik zeg, komt u maar hier en het maakt niet uit uh, wat u heeft gedaan en we gaan u vergeven, dat, dat, dan hoop ik inderdaad dat het iets goed met hem doe. Maar ik neem een enorm risico met de burgers die ik, waar ik de eerste verantwoordelijkheid voor heb. Dus persoonlijk hoop ik hem te kunnen vergeven. Als politicus, als dienaar van dit land, moet ik mijn land dienen en dan moet ik zeggen, blijft u maar daar. Ja. Dat is een rare tweedeling misschien. Ja, maar dat is toch wel de, de dubbele pet die ik, die ik op heb. Dan nog hoop ik dat zijn hart breekt en dat hij berouw heeft. En dat we in hem inderdaad een nieuwe kans kunnen geven. Dat hoop ik. Ja. Maar tot nu toe heb ik nog weinig berouw gezien. Waar haal je die bevlogenheid vandaan? Iedere dag opnieuw om daar... Uh, dag en nacht politiek uh, bezig te zijn, want het is een, een slopende ja. baan. Mensen ja. en het Evangelie. We hadden het net over die tippelzone in Groningen. Als ik vrouwen spreek die zo kapot zijn, zo stuk zijn, dan is mijn gebed daarna, Heere God, ik hoop dat ik iets kan doen. Ik ben beschikbaar om voor hen iets te doen. En als dat lukt, is dat fantastisch. Dus daar, daar haal ik heel veel energie vandaan. Dus het zijn mensen, ontmoetingen en het is het Evangelie dat mij iedere keer raakt en zegt. Dat kleine plekje, die, die, die ene stoel die ik mag innemen, doe wat je kunt. Ja. Bobby Joel gaat zo meteen spreken over, ik zei het in het begin al, de meest gelezen, meest geciteerde psalm ter wereld: Psalm 23. Ja. Als ik vraag, citeer hem, dan doe je het uit je hoofd waarschijnlijk. De Heer is mijn heter. Ja, in mij zal niets ontbreken. Dat is zo'n ontroerende en, en, en overal geciteerde psalm. En. Um, het is iets heel intiems. Het is, het is, nou ja, soms heb je ook wel correctie van een header nodig, maar het is er iemand die er altijd voor je zal zijn. Um, voor jou, voor mij, voor degene die nu kijken. Ja. En ja, dat is heel ontroerend. Prachtige belofte. Ga je door dal van diepe duisternis op dit moment, of loop je in het licht? Nee, ik denk dat ik nu in het licht loop, maar ik heb ook duisternis gekend. Ik heb ja. ook verlies gekend, ook verdriet. En dat zijn de momenten nou, dat je. Mijn vader is jong overleden. En dat, 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 dat is een, een wond die nooit overgaat. Dat is een enorm verdriet. Ja. Dat je um, ja, bij een kist staat, bij een graf staat en zo intens verdrietig bent. En ik heb leeftijdsgenoten uh, moeten missen, moeten zien, zien ontvallen. Maar je denkt, heere God, hoe, hoe kan dit? Wat, wat is dit? En daar krijg ik niet altijd antwoord op. Maar het antwoord wat hij wel geeft is, ik ben de goede herder, ik ben erbij. Ik zal je niet in de steek laten. Al ga je inderdaad door dat dal van duisternis. Al, gaat het, al is er een schaduw in je leven. Dan nog. Ja. Ik ben erbij. En dat is een, een, een fantastische belofte. Ik, ik heb een cadeautje voor je. Nou. Je lieve vrouw Rianne. Ja. Dus uh, iedere dag geliefd staat erop. Dus ik kan oh, je zeggen, lieve schat, kijk eens kunnen ze iedere dag een boodschap aan je meegeven. Voordat je in de trein stapt Wat fantastisch. Ja. En hier is het, uh, het boek. Zijn moeder is dacht het is een moederdaggesprek voor ons. Oh, wat mooi, zeg. Ik ben blij met mijn Ja, mag je die mag je aan. Ja, fantastisch. Ja, ja die, die columns zijn hartstikke leuk. Dus, Jan, heel hartelijk bedankt dat je een, 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 een blikje in je leven wilde geven. Uh, veel succes in de komende jaren met de Dankjewel. politiek, maar vooral ook wie en wat je wil zijn voor dit land. Dank je wel.